Het is vandaag, goedemorgen, of ja, misschien luister je die dag, die boodskoppe later tijd van die dag. Goedemorgen of middag of goeienaand. Dit is vandaag die 15 februari 2021. Ik weet niet of president Ramaphosa vanavond een aankondiging gemaakt heeft, terwijl ik die boodskap opgeneem het, was so 'n bietjie vroeger, was het nou nog onzeker. Ik lees uit Matthäus 10 vers 29 en dan ook Matthäus 19. Is twee mossies niet voor een cent te koop nie, en toch zal niet een van hulle op die grond val zonder die wil van julle vader nie. Van julle is zelfs die haren op julle kop allemaal getel. Moet dan niet bang wees nie. Julle is baie meer waard as mossies. In Matthäus 19 vers 14, laat die kinderkies naar mij toe kom en moet hulle nie verander nie. Want die koninkryk van die hemel is juist vir mense soos hulle. Ek probeer nogal gereeld by die kunstefeest uitkom, en dis ook nou iets van die verlede, ek was die verlede jaar daar nie, maar ek het gedink aan ons eie sagmoedige Neelsie Langeloven is teenwoordigheid is ons nou baie sterk daar op Oudtshoorn. Kla hy by geleentheid dat hy nie een tyd gekry het, hy was ons nou later, denk ek, een parlementslid ook, om al die brieven wat mense aan hom skryf te beantwoord nie. Later het hy dit oorweeg, hy kon nou nie in sy tyd gekopie en gepuist het in diezelfde goed vir die een ou min of meer sê nie. Later het hy blijkbaar oorweeg om net 1 uit elke 100, nee verskoning, elke 10 uit 100, is mis maar 1 uit 10, 10 brieven uit 100 te beantwoord, en dan maar aan te gaan met sy ander noodzakelijke werk. Maar hy het sy probleem met iemand bespreek, en die persoon het vir hom gesê, maar elkeen verwacht maar sy antwoord. Wat van al die ander, wat nooit van jou hoor, dan nou die 90 mense uit die 100? En toe sê Langeloof van het, hy skielik onthou van die mosie. God het tyd vir elke mosie. Matthäus 10 vers 29, dis mis nou beeldspraak. Maar in werkelijkheid is dit dit. Ons vergeet so makkelijk die waarde van een mens. Want elke mens wil raak gesien word. Of jy nou oud of jong, arm of rijk, belangrijk of onbelangrijk is. Dit komt nogal een mens achter als jy predikant of een dominee is. As jy naar mense toe gaan en dit komt ons nou onder jou aandag, hoe kostbaar dit is. Soms doen jy niet veel nie. Soms lees jy iets of jy bid vir die persoon en dan sien jy net hoe mense reageer, vir alles hulle zwaar kry of as hulle eenzaam is of as hulle alleen voel. Maar ons kan so makkelijk oor mense kyk en net die skare om ons sien. En so verdwyn die enkeling. Elkeen een mens met een hart wat seer gemaak of bly gemaak kan word en behoeftes wat vervul of ignoreer kan word. Luister hoe slaan Langeloof van die spyker verder op sy kop. Hy sê, juist die ijverigstes, die dienstvaardiges onder ons, bezig met die groot werk in die kerk, die staat en die maatskappij, is geneig om te vergeet dat die klein alledaagse dienst oneindig meer waard is als die groot algemene dienst. Alsof ons roeping voor die mensheid was en niet voor die mensen nie. Wat betekent dit voor mij en voor jou? Dit betekent dat ons met belang stel vir elke mens op ons pad. Groet gerust maar eerste. Glimlach meer. Leer om meer te luister. Leer om te luister als die Heere iemand deur sy Heilige Gees sommer net op jou hart lee of als die gedachte opkom. Stuur die boodskap. Ruik uit, gee die extra tree.
Dit wat juist wat Jezus' leven bijzonders gemaakt het. Jezus het elke mens raak gezien. Goeie mensen, maar ook minder goeie mensen. En die meurige Petrus, een Samaritaanse vrouw, een skelm, Zacchaeus, zelfs een moordenaar aan die kruis, en so kan ons aangaan. Ook andere enkelingen, armes, siekes, eensames, ja, zelfs de kleinste onder hulle. Daarom het hy gesê, Matteus 19, wat ons gelees het, dat staan die kinderkies, en moet hulle nie verhinder, om na my toe te kom nie. Want die koninkryk van die hemel is juist vir mense soos hulle. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u met u lewe vir ons gewys het in Jesus Christus. Dat elke mens belangrik is. Ons bely dat ons nalaat om juist goed te doen, om juist uit te reik. En dankie dat u mense op ons pad plaas, ook vandag op ons pad plaas. Maak ons sensitief vir u stem, wat op verskillende maniere na ons kom. Maar u stem juist om ander mense, hulle wat ons skouer, ons gebed, ons oproep en nodig het. Dankie vir diegene wat aan ons aandag gee, wat na ons uitreik, wat ons waardevol en kosbaar laat voel. Amen.